Hey jongens, hier bent weer Dennis, a.k.a. Denske. En vandaag hebben jullie weer live Call of the Ghost. En vandaag is domination op Stoneheaven. En Stoneheaven is gewoon zo fucking groot dat er maar eigenlijk maar één manier voor is om deze map te spelen. En dat is door te snipen. En dat is ook wat ik zo meteen ga doen. Dus dat is de eerste soort van challenge. Want ik begin pas net met gamen. En dat is dan gelijk snipen. Dat zal waarschijnlijk niet heel goed gaan. Maar we gaan gewoon met assault spelen. En dan kan ik mijn scores door fixen. Maar in ieder geval, verder rest ga ik ook nog iets anders doen. En dat is straks zonder geluid gespeeld. Ik zal vast mijn geluid om uitzetten. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar ja, in ieder geval, jullie horen het anders toch wel. Ik zet mijn geluid gewoon volledig uit. En voor mij is dat op zich nog niet zo'n heel groot probleem. Want ik speel eigenlijk 9 van de 10 keer met heel weinig geluid of geen geluid. En dat komt gewoon, bijvoorbeeld als ik aan het live commentator ben, dan heb ik mijn geluid sowieso al iets op 4 staan of zo. Dat ik alleen om mezelf voor schieten, omdat jullie anders een echo horen. En dat is enorm irritant. Dus ik ben het al een klein beetje gewend. Maar heel veel mensen die dus een dikke headset hebben en zo, die kunnen waarschijnlijk niet eens spelen zonder geluid. En ja, ik denk van, weet je wel, als ik deze challenge toch uit wil doen, dan moet ik dat nou doen. En dat was echt niet mis. Die in ieder geval niet. En dan flikker ik naar beneden. Dammit. Daar stond er nog één. Die wil ik ook. Oh, fuck it. Oh shit, oh shit. Lol, ik zag echt serieus die bewegen daar. Oh, dat is een headshot. Als een baas. We moeten hier even weg, want ik wil die kant op. Waar ik net heen zat te aimen en dan zeg maar aan die kant. Mijn team is nou lopen, de kaart. Waar aim ik lang, maat? Ik durf niet te schieten met snipers. Serieus. En dat komt meestal als je bijvoorbeeld een sniper hebt. Oh, wacht, dat is een enemy. En je schiet mis, dan ben je fucked, weet je wel. Alleen, ik heb er nou een silencer op gezet. En dat heb ik eigenlijk expres gedaan. Want snipers, die zijn gewoon in het spel fucking sterk. En of je nou een silencer opbouwt of niet, het is 9 van 10 keer toch een one-shot one kill. En ik heb me niet gemerkt dat ik nou gewoon veel meer hitmarks krijg dan normaal. En ja, ik werd er gewoon heel vaak door gesnijden. Dus ik denk, nou oké, dan probeer ik het ook gewoon uit. En toevallig had ik gehoord dat binnenkort worden die silencers gepatcht dat ze minder sterk zijn. Dus daar moet ik er nou nog even snel van genieten. Zo irritant, die aim assist. Helemaal mijn aim ging naar beneden. Oh shit, ik kan niet kiezen. Er waren er 2. Hoppakee. Oh, headshot, lol, met een pistooltje. Nee, nee, snel, nou. Oh, mooi. One shot, one kill. We staan 6-0, begint al goed op zich. Alleen ik vertrouw deze kant. Want gelukkig zie ik dat team in spawnen, want dat is de meest lelijke plek eigenlijk. Want daar spawnen eigenlijk altijd enemies. Die spawnen dan ineens achter A. Daar moet ik oppassen. Misschien kan ik nog een mooie lean kill maken. Ik kan het net niet zien, hè. Nee. Zal ik nog één keer proberen? Juist, ik zag hem net met zijn kop dit gras in komen, hè. Fantastisch. Oké, heel snel naar de overkant. Snel naar nou, anders word ik daar in mijn rug schoten. Ik denk dat zij toch naar A te komen, want dat deed ze net wel. En dat is ook wel te verwachten. En, oh, taking. Oh, wacht. Ze hadden hem al neutraal. Dat vind ik op zich toch wel goed als ze dat nou hebben gedaan. Dat jij vlaggen neutraal kan krijgen. Maar dus, je moet hem dubbel cappen om hem over te nemen. Dat vind ik op zich wel goed. Dat is bij de meeste games eigenlijk ook zo. Zo, alle tijd nemen. Als je misschiet, heb je een groot probleem. Waar de fuck schiet hij nou op? Hoppakee, onze chopper is al binnen. Dat is heel mooi. En ik heb die idee dat er aankomt. Dat hoor ik niet. Dat is echt heel irritant. Ik hoop trouwens voor het eind van deze vakantie een headset te hebben. Of in ieder geval sowieso besteld te hebben. Dat ik hem dan binnenkrijg. Dat is de tweede. Maar in ieder geval, ik wil hem bestellen bij een site. En dan ben ik dan een beetje bezig met een soort van sponsorship. Ik krijg niks gratis. Dat niet. Maar dan kan ik een kortingscode voor jullie regelen. En dan kan ik zelf die kortingscode ook gebruiken. En dat zal best wel handig zijn natuurlijk voor een headset van 250 euro. Dus, zodoende. Die enemies raids quitten. Ik laat ze gewoon raids quitten. What the heck. Met mijn snipertje. Oh, dat is een teammate. Ah, nee, we hebben triple cap. Niet grappig. Alsjeblieft, zeg dat de enemies joinen, alsjeblieft. Dit is zo irritant, ze triple cap hebben. Oké, ze hebben B, of ze gaan B pakken. Dat is niet gunstig. Oh, mooi, de joinen mensen. Dat is wel beter. Ik hoef nog maar 1 kill voor dat ding, daarom. En dat is eigenlijk het enige wat ik wil hebben. Die laatste hoef ik niet te halen, dat boeit me niet zoveel. Nou durf ik niet weg te lopen, omdat er nou mensen gaan joinen. Die spannen overal. Ik ga toch wel even lopen. Weet dat ik mezelf dat ik haat dat ik daar ook weggelopen was. Dat ik dacht van, fuck dit. Ik had gewoon helemaal achter me blijven. Hier loop ik normaal ook helemaal nooit. Alleen, ik ben ook echt bang, jongens. Kijk maar, ze spannen nou rechts van mij. En mijn chopper maakt 1 kill, dat is mooi. Zie je, ze spannen nou waar ik net was. En ik weet niet of dat er gebeurt omdat ik nou daar weg ben. Volgens mij niet, want dan spannen ze toch wel. Het spel is een beetje broken op dat gebied. Hopelijk ziet hij me niet aankomen. Anders heb ik al echt een probleem. Dan moet ik iemand gaan quickscopen. En ik kan best wel quicks kopen, maar niet als ik het niet doe. Of nooit doe, zou ik zo zeggen. Als ik het bijvoorbeeld de hele avond in de private match aan het quicks kopen ben, dan heb ik de fucking zuiver, weet je wel. En dan ben je online gaan doen en denk je van, waarom lukt het niet? Ik schiet alles mis. Die teammate stond er gewoon onder los. Ze moeten daar ergens zitten, dan moet dat zo. Schiet dan wel in de lucht, jongen. Oh, dat is nog een chopper. Die van mij was weg, volgens mij. VKS weer.
Alsjeblieft, waar zijn de enemies? Ik moet nog één keer voor die laatste. Waar de fuck zijn die mensen? Oh nee, hitmarker. Nee. Hoppakee. Gotcha. Zag ik iemand? Nee, ik zag niemand. Oké, okay, nou, 12-0. Leuk. Leuk. De enemies zijn al gereed. Ze zijn alweer nieuwe gejoined. Die zullen waarschijnlijk wel veel beter zijn. Dat is altijd typisch in Call of Duty. Dan heb je chille enemies, dan schieten ze allemaal verrot. Dan gaan ze liever en dan komen de nieuwe terug en die zijn fucking goed. Dat is zo irritant. Nou, we gaan even dit ding pakken. Ze hebben nog maar één vlag, dus ze kunnen maar op één vlag spawnen. Dus als het goed is, kan ik ze daar spawn killen. Het probleem is dat ze alleen B hebben. En nee, ik kan niet hoger aimen. Dat duurt veel te lang. Dan schiet hij maar nog uit de lucht ook. Dat is zo irritant. Come on. Waarom heet dit ding geen raketten? Dat zou zoveel beter zijn. Oh shit. Come on. Hoppakee. Gaan ze nou rage quit of niet? Ik kan de kill feed eigenlijk niet eens zien. Hè? Dat is best wel dom. Best wel stom gemaakt. Hij zit eronder. Volgens mij leave al die enemies gewoon weer. Even kijken. Ja. Damn it. Al die enemies leave weer. En hier ligt er eentje binnen te campen. Oh nee, die ligt niet binnen. Daar kun je niet binnen. Haha. Haha. Sit down, Sunny. Nou, we hebben triple cap. Leuk zo, joh. Snipen zonder enemies. Ik kan niks aan doen dat ik die enemies laat rage quitten. Ik kan er echt niks aan doen. Ik zal er gewoon een keer iets minder try-out moeten doen, denk ik. Geen assault streaks nemen. Volgens mij is dat al een heel groot verschil. Ah, fuck it. Zit iemand hier langs mij? Dat is zo irritant als er geen enemies zijn, hè. Lol, wat daar nou gebeurde, weet ik ook niet. Nou ga ik dood. Ik weet het zeker. Er zit sowieso iemand in een hoekje. Maar hij zit niet in een hoekje. Haha. Hé, dat is die keer met die VKS. Of had hij die opgepakt? Die lag hier net, hè? Triple cap. 130 om 60 bijna. Nou, 132 zelfs. Even kijken. Alle tijd nemen, hè. Als ze toch stil liggen, waarom zou je dan gaan schieten? Als je gaat schieten, dan schiet je niks. Je hebt ook gelijk agent achteraan. Dat is voor mij wel altijd het geval. Agent, ja. Hey. Dat weet ik nooit wat ik moet doen. Laat ik ze. Je hebt hem niks in die smoke, volgens mij. Neutraal is ook goed, dan spot je snel verlopen, natuurlijk. Nee. Ik heb nog één streak, die wil ik eigenlijk niet halen. Moet je even laten denken dat ze winnen, hè. Okay, stap ze uit en blaas je ze op. Nee, dat was mijn laatste. Ik kreeg me over. Wat zat jij? Het spijt me. Of niet? Ik had geen kogels meer. Aha! Oké, okay. Okay, we gaan verder. Ja, even die wouter van ons aankrijgen. Maar helaas. Kijken, weet je wel, ik kijk alvast op de kaart. Waar we uiteindelijk heen moeten naar onze Travis onze hutje. Dat was hier ergens. Ja, die blijft over het algemeen gewoon de cel. Best een eind weg. Altijd. Eigenlijk wil ik niet over de weg rijden, maar dat doet telt altijd per 1 dead. Ja, een beetje moeilijk over het gras en alles, een beetje banjeren. Slaat niet zo uit. Daar komt het. Gewoon de snelweg is op zich best saai, maar ja, dat is wel de enige manier om heel snel te komen. Snelweg, snap je hem? Dat lukt eigenlijk nooit, hè. Oké. Ah, ik schud nou wat minuten langer duurt dat we heli's achter ons aankrijgen. Ik heb Blizzard Fest. Wat? Oh shit. Oh shit, ik heb nog een granatenmand. Oh crap. Hij probeert met een dolle, hè, die kerel. Moet oppassen, ik kill ze te lang in mijn hand. Dan gaan we jou wel gewoon killen, ook goed. En jou? Ah, ik kan de busje opblazen. Nee, niet dan, misschien niet. We gooien gewoon allemaal granaten eruit. Dat ding schiet zoveel lager als de game, maat. Zo'n kerstfeer, zo boem, 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 boem. Ik net oud en nieuws, vuurwerk, jongens. Altijd, dus wat de fuck het is, weet ik ook niet. En hoppakee. Die moet toch gewoon raak zijn. Als dat niet meer raak, dan weet ik het ook niet meer. Ja, met... Hier, schiet hem vliegen. Hij is alleen niet kapot. Oh shit. Nou wil ik hem hebben. Nee, nou mag je niet weggaan. Dan moet helemaal aan de kant op. Gaan we hier gewoon ergens omhoog. Helemaal gefocust op die mensen. 23-1. Volgens mij is je wel bijna kapot, man. Hij rijdt zo traag ineens. Nou. Oh, zie je dat? Dat kan een multiplayer ook, hè. Ik heb met meerdere mensen aan zijn auto gehad. Maat van mij heeft toevallig ook zijn auto. Ziet er fucking vet uit. Ik had alleen geen ammo meer, dus ja, dat was toch fucked. Oh, we hebben heel iets gedaan. Oh, we hebben al 4 sterren. Lols, ik had niet zo gaat dat we nou al 4 sterren hadden. Nou, dit moet nooit. Dat is gunstig. Moet ik altijd zo gaan lopen. Hoef daar niet van je moeite mee voor doen. Oh, crap. Nee. Waarom kan ik geen kroven en glas doen? Sowieso zit het daar, hè. Zou iets handiger zijn. Ik ben nou al van mijn armen af. Ik ben echt fucking dom bezig. Yep. Ik ben al begonnen en ik ben al half dood. Ik ga sowieso hier even ergens omhoog. Oh, ik dacht met één beetje. Ik begon niet waar die uitkomt. Dat is irritant, joh. Dan blijf je één beetje hangen en dan weet je dat er iemand is. Maar voor jezelf is handig, alleen als andere enemies te hebben, dat is dat best wel oneerlijk. Hij is dood. Come on. Ik ben aan een triple cap, maar ja, fuck it. Weet je wel, het potje is toch bijna afgelopen en dat maakt het toch niet meer uit. En ik heb mijn streaks ingekomen. Oh, crap. Enemy van die kant. Ik zat een minimap en ik was weak door die granaat. Ik denk, ik ga hem niet challengen. Ik ga hem mooi opwachten. Afwachten, zal ik zeggen. Zoals weer bij C spawnen, denk ik het wel. Ik denk dat ze bij C spawnen. Ik zie dat ze rechts op de kaart. Ah, 25-1. Het is in ieder geval goed voor mijn KD. In ieder geval, ik hoop dat je het leuk vonden. En ik hoop dat je het idee leuk vindt van challenges. Ik bedoel, er zijn natuurlijk andere mensen. Jurassic doet het ook, maar challenges...
is Disney van Jurassic. Het is gewoon een leuk iets om te doen en video's van te maken. Dus als jullie een leuke challenge hebben, laat het achter in de comments. En laat in de comments achter of jullie dit al ooit hebben geprobeerd. En of jullie eigenlijk altijd met geluid spelen of niet. Want ik speel dus nooit met geluid, dus voor mij is het niet moeilijk. Maar voor mensen die dat echt helemaal aan gewend zijn, die kunnen gewoon niet zonder. Dus in ieder geval, ik hoop dat je het leuk vond. Laat een like achter. En dan zie ik jullie waarschijnlijk de volgende keer weer. Dus tot de volgende keer. Houden we. Ook. En ik vertrouw niet dat daar... Ja, ik kan zeggen, ik zag ze daar wel. In die bergen zaten volgens mij of enemies of daar waren die teammates die er al zijn. Even kijken op de kaart. Nee, daar waren mijn teammates. Waar zijn de enemies dan? Waar de heck zijn die enemies heen? Wat? Ze zitten al bij, bij A. Fijn. Radio dan. Ja, weet ik veel. Plaats naar beneden of zo. Oh crap. Oh crap. Nope. Zo. Die was wel badass. Dus achteruit. Als die heli er nou ook nog bij was, dan was het echt...